Hallo, ik ben Iris vanuit de Plantentuin in Meissen en vandaag gaan we het eens niet over planten hebben. We gaan op zoek naar iets dat groeit in het bos, geen pootjes heeft, dus niet beweegt, maar toch ook geen blaadjes heeft. Wat zou het kunnen zijn? Paddenstoelen. Ze blijven ons fascineren. Wist je dat paddenstoelen nauwer verwant zijn aan dieren dan aan planten? En dat Plantentuin Meissen niet enkel bekend staat om zijn paddenstoelendiversiteit, maar ook om zijn opvallende concentratie aan paddenstoelen-experts. Mycoloog André de Kezel neemt je graag mee op pad door de plantentuin. Paddenstoelen worden gevormd door een zwanvlok of een schimmel. En schimmels zijn organismen die naast planten en dieren een aparte plaats hebben. Wereldwijd zijn er van paddenstoelen ontzettend veel soorten. En in dit domein hebben we ongeveer 750 soorten. De eerste groep van paddenstoelen die we hier zien, zijn parasieten. Het zijn paddenstoelen die in ons domein hier heel veel voorkomen op oudere bomen. En ze veroorzaken sterfte van de bomen. Het is een kleine groep van soorten. En ze vertegenwoordigen ongeveer 5% van de paddenstoelen die we in het domein vinden. Dit hier is een tonderzwam, is de oorzaak van de sterfte van deze boom, maar leeft nadien ook verder als een afbreker. Dus deze soort behoort tot twee functionele groepen. Enerzijds een parasiet en anderzijds een afbreker van doodhout. Dit is een voorbeeld van een symbiontische paddenstoelsoort. Dat zijn soorten die obligaat moeten samenleven met levende bomen. Symbiontische paddenstoelsoorten zijn belangrijk voor levende bomen, omdat ze suikers krijgen van de boom en in return voedingsstoffen en water uit de bodem opnemen en die leveren aan de boom. Een laatste groep paddenstoelen zijn de afbrekers. In de plantentuin zijn ongeveer 55% van de soorten in deze groep. Het zijn soorten waarvan dat de zwanvlok gespecialiseerd is in het afbreken van dood organisch materiaal. Het zijn soorten die heel belangrijk zijn in ecosystemen, omdat zij een heel belangrijke taak vervullen en dat is het afbreken van organisch materiaal dat elk jaar, bijvoorbeeld onder de vorm van bladeren, naar beneden komt. Oké. Goeiedag. Je vraagt je misschien af, hoe kan ik zelf de plantentuin van Meissen helpen? Wel, dat kan je door eigenlijk zelf een beetje planten of organismen te identificeren. Dat is in dit geval een paddenstoel. Hoe ga je dat doen? Je gebruikt gewoon je gsm. Je neemt de app Obsidentify, Obs van observeren en Identify van identificeren. Je zet het open, je trekt een scherpe foto. Hups. Je zet hem erop. Je krijgt enkele suggesties van de meest voorkomende of de meest passende soort die erbij hoort. En dan gaat er iemand dat verifiëren voor jou, als ze daarna kijken. En voilà, zo heb je een waarneming erbij voor de wetenschappers. Ook ik doe mee aan Obsidentify. Paddenstoelen identificeren lijkt met de nieuwe technologie misschien kinderspel, maar dat is lang niet altijd het geval. Twee paddenstoelen die er op het eerste gezicht identiek uitzien, kunnen behoren tot verschillende soorten. Voor deze zogenaamde cryptische soorten biedt het moleculaire laboratorium van Plantentuin Meissen de uitkomst. Je ziet hier onderzoekster en labospecialiste Mirjam de Haan aan het werk. PCR of polymerase chain reaction gebeurt in de thermocycler onder een nauwlettend temperatuurregime. Specifieke stukken DNA van paddenstoelen worden geïsoleerd door toevoeging van een polymerase enzym, DNA-bouwstenen en primers. In de Fragment Analyzer wordt het resultaat van de PCR geëvalueerd zodat de stalen kunnen gesequenced en met elkaar kunnen vergeleken worden. De bekomen sequenties kunnen gebruikt worden om een stamboom te maken en zo aan te tonen of twee exemplaren al dan niet tot dezelfde soort behoren. Een foto nemen van een paddenstoel? Ik kan dat. Dat kost maar Klik. 1 seconde. Voilà. De perfecte foto. Haarscherp. Alles staat erop. Om meer over paddenstoelen te weten te komen, gaan we eventjes praten met Frederik. Frederik. Goedemiddag. Goedemiddag, dag Frederik. Goedemiddag. Vertel ons eens eventjes kort wie je bent en wat je komt doen. Ik ben Frederik Leliaert. Ik ben hoofd van het onderzoek in Plantentuin Meissen. Dus ik kom even toelichten, ons project toelichten voor Dag van de Wetenschap. Oké, super. Super tof. Zeg, we zagen in het filmpje een app en zo om paddenstoelen te fotograferen. We hebben dat hier nog niet gedaan gekregen, want we hebben nog geen paddenstoelen gevonden. Maar kun je daar... Sorry. Dan moet je zeker eens uitproberen. Wat het leuke aan zo'n app is dat eigenlijk iedereen aan biodiversiteitsonderzoek kan doen. Hè? Dus wat dat vroeger eigenlijk enkel voor specialisten was, kan nu iedereen met een app eigenlijk soorten identificeren. Dat gaat om dieren of planten of paddenstoelen. En dat is eigenlijk belangrijk om te onderzoeken hoe het eigenlijk gesteld is met de biodiversiteit in België. We weten bijvoorbeeld dat door menselijke activiteiten dat er verschuivingen in biodiversiteit optreden. Sommige soorten krijgen het echt moeilijk, andere soorten doen het dan weer heel goed. Dan heb je ook soorten uit andere continenten die bij ons aankomen en dan zich aanpassen aan onze omgevingen en dan gaan populaties uitbreiden, zogenaamde invasieve soorten. Dus om die dingen te onderzoeken is het eigenlijk heel belangrijk dat iedereen eigenlijk ook kan meehelpen om die trends in kaart te brengen. Okay, en zo'n app is dan eigenlijk heel handig. Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, zijn jullie je werk aan het uitbesteden aan de gewone Vlaming. Nee, maar het is wel heel erg leuk en het is iets dat we vandaag op de Dag van de Wetenschap ook echt in de verf willen zetten. Iedereen kan wetenschapper zijn, wil ik zeggen. En eigenlijk iedereen is wetenschapper, hè, want je bent continu bezig met dat ontdekken en zo. En zo'n app als dit duidt dat eigenlijk echt perfect aan. Ja, ja. Oké, supercool. Dus en wat we voor de voorbije 3 weken gevraagd hebben aan iedereen die de plantentuin bezocht is, ga eens kijken naar de paddenstoelen. Ga de paddenstoelendiversiteit in kaart brengen. En we hadden een doel voor ogen, 100 soorten waarnemen in de plantentuin. En ik heb deze morgen eens gekeken en we zitten daarover. We hebben al ondertussen 115 soorten door bezoekers van de plantentuin die waargenomen zijn. Dus dat is echt een succes. Wauw, dus de centrale boodschap is allemaal de app downloaden, op zoek naar paddenstoelen en al die informatie tot bij jullie brengen, zodat jullie dat tot een mooi geheel kunnen omvormen. Inderdaad. En dat hoeft niet per se in een plantentuin te zijn. Hè. Dat kan ook bij jou in de tuin of in de straat of in een park bij jou in de buurt. Dus iedereen welkom om aan de slag te gaan. Frederik, wij gaan daar zeker en vast eens mee aan de slag gaan. Enorm bedankt voor je extra uitleg. En ik ben alvast zeer enthousiast om paddenstoelen te gaan zoeken. Absoluut. Frederik, dank je wel. Hè.